Laten de mensen die daar hun laatste maanden voor hun overlijden zijn, die verwennen ze aan alle kanten. De hospice bestaat uit puur vrijwillige mensen. Dus ze doen alles uit liefde. Om de 3 uur komen er weer 2 andere vrijwilligers die de patiënten daar, eigenlijk noemen ze het kanten, helpen. Wij willen iets doen, ook als Bloepul. Dus we hebben een potje daar bij de bar gezet voor de vrijwilligers. Dus als u zegt van nou oké, ik heb 50 cent over. Graag, want het gaat allemaal naar die vrijwilligers toe. Mijn dochter die gaat over een aantal maanden een loop doen. 20 kilometer wandelen in Ridderkerk daarvoor, voor die hospice. Wij zijn die mensen heel dankbaar wat die allemaal daar gedaan hebben. En ik hoop dat u een kleine donatie kan geven. Het volgende nummertje is een nummertje van een heel oud nummertje eigenlijk. Een Indisch nummer. En in het Nederlands heet het Your Cheating Zijn Hart. En in het Indonesisch Your Cheating Heart. Your cheating heart will make you weep. You cry and cry, and you try to see me. But sleep won't come, and the heart will not do. 'Cause your cheating heart will tell. Well, tears come down like falling rain. You're gonna toss around, and you call my name. You're gonna walk the road just the way I do. I do this stuff. It's your tear. Who will tell me, baby boy? We houden een kleine 10 minuten pauze en daarna gaat het dak eraf. De laatste setje. Oké, tot zo meteen. Dank u.